het Ancien Régime. Dat is Frans voor het oude bestuur, of beter nog, de oude orde. En Frankrijk, dat is ook het land waar we naartoe zullen gaan. Want Frankrijk was tot het jaar 1789, het jaar dat de Franse Revolutie uitbreek, een standensamenleving. En de Franse bevolking was in 3 standen verdeeld. De eerste stand, de geestelijkheid, de tweede stand, de adel, en de derde stand, de boeren en de burgers. Op het plaatje in het midden zien we al deze 3 standen terug. De geestelijke is de man linksbovenaan, de man in dat grijze pak. Hij is te herkennen aan het kruisje dat hij om zijn nek heeft. De man achter hem, met die hoed op, in dat rode pak en dat zwaard, dat is een edelman. Die hoort dus bij de adelstand. En de man die gebukt staat, dat is duidelijk een boer te herkennen aan het werktuig wat hij in zijn hand heeft. En de grond waarop hij staat. Want hij is op dit moment zijn grond aan het bewerken. En als je naar dit plaatje kijkt, dan zie je al dat de verhoudingen erg scheef zijn. Die boer die gaat letterlijk gebukt onder de lasten van die eerste en die tweede stand. Die geestelijke en die edelman die kunnen rustig op zijn rug zitten, terwijl die boer hard moet werken. En dat is ook precies hoe het in Frankrijk was. Die eerste en die tweede stand, die hadden het eigenlijk heel erg goed. Die hadden allerlei voorrechten, allerlei privileges, terwijl die derde stand zwaar werk moest doen en ook allerlei verplichtingen had. We gaan dus even de standen één voor één af. We beginnen bij de eerste stand, de geestelijkheid. De geestelijkheid was maar een hele kleine groep in Frankrijk. Er waren zo'n 100.000 geestelijken in 1789, oftewel ongeveer 0,5% van de bevolking. Maar die 0,5% had wel 10% van de grond in Frankrijk in bezit. Ze waren dus enorm rijk. En dan heb je al veel geld. Normaal gesproken zou je dan veel belasting moeten betalen, maar de geestelijkheid hoefde helemaal geen belasting te betalen. Af en toe moesten ze een vrijwillige bijdrage aan de koning afstaan, maar dat was het dan ook. Voor de rest geen enkele belasting. Die tweede stand, de adel, die had het ook niet verkeerd. Ook dat was een kleine groep, iets groter dan de geestelijkheid. Het waren ongeveer 400.000 edelen in Frankrijk, oftewel 2% van de bevolking. En ook zij hadden een flink deel van de grond in Frankrijk in bezit. En daarbij kwamen dan ook weer allerlei voorrechten. De adel moest wel belasting betalen, maar dat was echt heel erg weinig. En bovendien hadden zij politieke invloed. Zij konden de koning adviseren en de koning wilde nog wel eens naar ze luisteren. En daarnaast hadden ze al vanuit de middeleeuwen allerlei heerlijke rechten. En dat kon eigenlijk van alles zijn. Zoals al gezegd, de edelman was de enige in Frankrijk die het recht had op het dragen van een zwaard, om gewapend over straat te gaan dus. De edelman die kon er ook voor kiezen om de mensen die op zijn grond woonden allerlei klusjes voor hem te laten doen. Of bijvoorbeeld ze een deel van hun oogst af te laten staan. Of ze belasting te laten betalen. Dat viel allemaal onder die heerlijke rechten. En nou snap je misschien ook wel een beetje waarom die geestelijke en die edelman zo relaxed op de rug van die derde man zitten. Ze hebben het goed. Ze hebben alleen maar voorrechten, alleen maar privileges. En ze hoeven zich eigenlijk nergens druk over te maken. Nou ja, uit het plaatje blijkt al dat die derde stand het dan waarschijnlijk een stuk zwaarder heeft. En die derde stand, dat is dus zo'n beetje de hele Franse bevolking. 97,5% van de Franse bevolking behoorde tot de boeren of de burgers. En ja, als je zo'n grote groep hebt, dan zullen daar ook heel grote verschillen tussen zijn. Je had bijvoorbeeld heel arme boeren en heel rijke kooplieden. En die leefden dus totaal anders, maar ze hadden een paar grote overeenkomsten, want allebei moesten ze hele hoge belastingen betalen. En in de 18e eeuw in Frankrijk werden de belastingen alsmaar verhoogd. Frankrijk was veel in oorlog en oorlogen kosten nou eenmaal geld. Ja, en daarnaast, allemaal leuk en aardig, als je natuurlijk belasting betaalt, dan wil je er ook iets voor terug. Dan wil je ook iets te zeggen hebben over wat er met dat geld gedaan wordt. Maar dat was het grootste probleem voor die derde stand. Ze hadden absoluut geen politieke inspraak. Ze mochten niet meebeslissen over hoe een land bestuurd werd.
Ja, en dat is dan nog een beetje tot daaraan toe. Hè, dat kan, dat was al eeuwen zo in Frankrijk. Maar als je dan eens goed naar dit plaatje gaat kijken, dan snap je misschien nog beter waarom die boer, die derde stand dus, het zo rond 1789 zo zwaar heeft. Want kijk eens naar de onderkant van het plaatje. Die boer is dus aan het werk. Hij draagt de lasten van die eerste en die tweede stand met zich mee. Die zitten op zijn rug. Maar terwijl die aan het werk is, zijn daar die beesten zijn oogst aan het opeten. Zijn zaden aan het opeten. Oftewel, er is gewoon te weinig voedsel. Ja, en dan kan het dus heel snel misgaan in Frankrijk. Want dan wordt de bevolking ontevreden. Ze hebben geen inspraak op het bestuur. Ze moeten enorm veel belasting betalen. Ze zien dat andere groepen, andere standen, juist weinig belasting hoeven te betalen. En als dan ook nog eens er te weinig voedsel komt, doordat de oogst mislukt, ja, dan heb je natuurlijk de poppen aan de dans. Maar goed, dat is iets voor paragraaf 7.3, want die gaat over die Franse revolutie, waarin die derde stand er iets aan probeert te doen. Maar, zou je zeggen misschien, waarom zorgt een boer of een burger er dan niet voor dat hij ook niet in de eerste of in de tweede stand terechtkomt? Ja, dat is een beetje hoe een standensamenleving in elkaar zit. Dat kan dus niet. Want als je eenmaal in een bepaalde stand geboren wordt, dan blijf je ook tot die stand behoren. Dus als je als zoon of dochter van een boer geboren werd, dan werd je automatisch zelf ook boer. Dan hoorde jij dus tot die derde stand. En werd jij geboren als zoon of dochter van een edelman, dan hoorde je automatisch bij de tweede stand. En dat bleef je ook de rest van je leven horen. En je kunt zo'n standensamenleving dan ook het beste vergelijken met goudvissen in een kom. Als je als goudvis eenmaal in een bepaalde kom zit, dan kom je daar dus ook niet meer uit. Het is niet mogelijk om zomaar van de ene kom naar de andere kom te springen.